I look glowy today. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik een make-up tutorial voor jullie. Ik wou vandaag, omdat de lente eraan zit te komen, een soort van glowy highlight make-up tutorial maken met heel veel glitter en glim en lente dingetjes. Ja, ik weet niet waarom ik dit heb gedaan. Het lijkt op Minnie Mouse, maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk of zo. Want als ik het... Ja, kijk. Ik heb zo'n staartje gemaakt. En ja, oké, genoeg. Ik ga dus een make-up tutorial doen. Dat is niet wat ik nu heb. Dit is gewoon wat ik vandaag op school heb gedragen. En het ziet er helemaal afgedragen en lelijk uit. Dus dat ga ik eerst afhalen en dan ben ik zo bij jullie terug. Ik heb alle make-up eraf gehaald. En laten we nou beginnen met de make-up tutorial, want anders ga ik weer heel lang praten en dat doen we even niet. Dus ja, laten we gewoon maar gaan beginnen. Als eerst begin ik met deze primer van NYX. En ik doe er ongeveer zo'n beetje op. En ik kijk nu even in de viewfinder, want ik heb geen zin om een spiegel te pakken. Zo kan het ook wel, toch? Ja, ik snap ook niet waarom deze primer oranje is. Dus ja, ik word er niet oranje van, hoor. Nou, ik vind het echt een hele lastige primer, want ik kan niet echt voelen wat het doet. Alleen dat de make-up iets langer blijft zitten. Maar hier gaat het altijd toch wel weer schilferen en gaat de make-up er weer af. Dus ik zoek een goede primer. Heb jij een tip? Doe een duimpje omhoog als je een goede tip hebt. Nee. Als je een goede tip hebt voor een goede primer, laat het dan even achter in de comments. Want ik ben op zoek naar een goede primer die niet al te duur is. Yeah. Dan doe ik deze foundation op. En dit is de L'Oreal True Match. En dit is een hele fijne foundation. En daar doe ik twee pompjes op. Hij is bijna op, helaas. En dit is gewoon echt de perfecte kleur voor mij. Pak ik mijn Real Techniques kwast. Deze kwast dus en daarmee breng ik de foundation aan. Het is niet echt volle dekking of zo, maar dat heb ik ook niet meer nodig. Vorig jaar had ik dat wel nodig, want toen zat ik vol met puisten, maar nu gelukkig niet meer. Als jullie willen weten hoe ik van mijn puisten ben afgekomen, laat dan ook eventjes een duimpje omhoog en stem weer in de poll hierboven als ik die heb ingevoegd en niet te lui was ervoor. Dan pak ik mijn concealer, ook van NYX. En dit is de HD Studio Photogenic Studio Concealer. Hij is best wel fijn. Dit is trouwens niet de allerbeste concealer ofzo, want je ziet mijn wallen er gewoon doorheen. Dus ik ga even met een andere concealer eroverheen, denk ik. Deze concealer is bijna op. Dit is de Maybelline. En dan de Eraser Eye iets. En ik ga even kijken of er nog wat in zit. Want die was wel iets beter dan wat ik nu zie op mijn gezicht. Ja, je ziet nog wel die wallen, maar je ziet niet meer het paarse. Normaal gesproken zou ik nu gaan afpoederen, maar ik heb nu een nieuw product. En dit is van Catrice. De Liquid Glow of zo. Dit is een blush. En dit is zeg maar vloeibaar, zoals je ziet. En dit breng ik gewoon hier een beetje aan. En nu zie ik eruit als een Indiaan. Oké. In ieder geval gebruik ik een andere kwast en blend ik dat een beetje in. En nu ga ik wel even afpoederen met de vertrouwde All About Matte poeder van Essence. Als ik dat heb gedaan, dan pak ik mijn Hoola blush bronzer en verkeerde kwast. En een bronzer kwast, eigenlijk voor blush bedoeld, maar ik gebruik het om te contouren. En dan het leukste gedeelte van allemaal.
highlighten. Brow highlighten. En daarvoor gebruik ik de Glow Kit van Anastasia Beverly Hills. En ik vind het een hele fijne highlights palet. Het zijn de kleuren die erin zitten. Het is echt een heel mooi palet. En ik gebruik meestal die en die samen. En soms mix ik ze allemaal, want ja, vind ik gewoon leuk. Dan ga ik met mijn vinger in deze kleur en in die. En dan doe ik die in mijn ooghoek. Want ja, we willen heel veel glow. Maar we gaan vandaag ook oogschaduw opdoen. En daarvoor gebruiken we dit chocoladepalet van I Heart Makeup. Ik denk dat heel veel mensen dit palet wel hebben. Je kunt het heel vaak kopen bij de Kruidvat. En deze kleuren zitten er zo wel in. En ik ga die kleur gebruiken in mijn crease. Dan pak ik mijn NYX concealer weer. En daarmee line ik zeg maar een soort van cut crease. Ook al ben ik daar niet zo heel goed in. Gewoon een beetje slordig en dan doe ik het zo met de kwast wel goed. Dus nu hebben we een prachtige cut crease die niet helemaal perfect is. Maar ja, ik ben niet goed met make-up. Dus don't judge me. Maar nu gebruiken we dus deze glimkleur. En hiervoor ga ik mijn kwast een beetje nat sprayen, zodat hij meer... Voor de wenkbrauwen pak ik eerst een wenkbrauwpotloodje van NYX. En dit is de micro brouwpencil. En aan de ene kant zit een spoolie brush. En aan de andere kant zit zo'n puntje. En daarmee kun je zeg maar de voorkant heel precies doen. Ik ga het even... dit is niet alles wat ik voor de wenkbrauwen doe. Maar ik gebruik de Dip Brow van Anastasia Beverly Hills. In de kleur Caramel. Nou, we hebben het grootste gedeelte van de make-up al gehad. Dan gaan we over naar eyeliner. En ik gebruik trouwens de Maybelline Masterpiece. De Maybelline Masterpiece, ja, iedereen kent het wel. En dan zo niet, jammer dan. Dan ga ik eerst met de mascara van... hoe heet die ook alweer? Estee Lauder. En dan de gouden. En ik vind het een hele fijne mascara. Maar hij begint een beetje op te drogen. Maar ja, ik blijf hem gebruiken tot de very end. Zo, en ik ga er verder ook niet nog mascara overheen doen. Want vandaag doe ik nepwimpers op. Ja, deze zijn het dus. En deze ga ik dus proberen om mijn wimpers te plakken. Leuk. Ik doe de wimpers er trouwens gewoon op mijn hand, mijn vingers. Oké, ja, je ziet de lijm nu, maar dat droogt zo wel op. Nou oké, de wimpers zitten er dus op. Nu de andere. Zoals jullie zien zitten de wimpers erop. Niet perfect, maar het is gelukt, soort van. En dan als allerlaatste stap... lipstick. En dit is die van de HEMA in de kleur 02 Moisturizing Lipstick. Wow, dat is geen eens kleur, dat is gewoon een naam. En dit is gewoon zo'n roze glimachtige kleur die ik best wel vaak heb gedragen.
En ik vind hem nog steeds heel fijn dus. En als allerlaatste gebruik ik een nieuwe fixing spray van Essence. En dit is de Glow De Go. En ik heb hem al een keer gebruikt. En ik krijg allemaal rare paarse vlekken op mijn gezicht en op mijn kleding. Maar ik ga hem nog een keer gebruiken. Want ja, yeah, het is Glow, of course. Oh kijk, daar heb je alweer een vlekje. Nou ja, het zal wel. En dit is dan de uiteindelijke make-up look. Het is een beetje glowy, glitterachtig, beetje lenteachtig. Alleen ik heb niet echt een lentekleur aan nu. Maar als ik zeg maar een wit jurkje of iets heel lichts aan zou trekken, dan zou je echt denken van wow, lente. En ja, ik vind het zelf wel goed gelukt op zich. De wimpers zijn wat minder en de eyeliner is ook wat minder. Maar dat maakt niet uit, het kan altijd de volgende keer beter. En ja, yeah, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En trouwens, als je het nog niet wist, er loopt nu een winactie op mijn kanaal. Waarbij ik mijn oude camera weggeef. Ik zal hem onder in de beschrijving zetten, zodat jullie zo snel mogelijk die video kunnen bekijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!